Die trekt ten strijde. En ook Jongen van Ettik probeert de plaats te verbeteren. Maar dat lukt op dit ogenblik nog niet. Paarden zijn einde overzijde. Gaan de laatste bocht in een Ariana. Nog altijd een comfortabele voorsprong van 3 lengte op de tweede plaats. Daarachter Arabella Ling. Olka de Linde die heeft de derde plaats inmiddels ingenomen. En die wordt op afstand gevolgd door Abel de Linde. En daarachter Jong Mr. Mo. Vergeet de rest als de paarden de laatste rechte lijn inkomen. Met nog 200 meter te gaan. Ariana A die gaat nog altijd heel sterk. En Ariana A die lijkt in normale situatie niet te belopen. Het is aan de buitenzijde Abel de Linde die het gat nog wel dicht rijdt. We hebben nog 150 meter te gaan. En het is nog altijd Ariane A voor Abel de Linde die wel wat dichterbij komt. Maar nooit meer op tijd. Heel gemakkelijk wint hij Ariane A van start tot finish. Abel de Linde tweede. Dan Olka de Linde met verder weg in het veld. Dan Jong Mr. Mo Arabella Ling. Dan volgt Afrodite met Zaza Yankee, Jonge van Ettik en Van der Tol. We hebben nog diverse ereprijzen en we danken nogmaals bouw- en aannemersbedrijf Schouten BV voor het beschikbaar stellen van een prachtige sierdeken. En die hangt op dit moment om bij de Merrie van General November en dat is Ariane A. Rick Emmingen, dames en heren, groot talent en u kunt in de handen voor hem. Hij wint met Ariane A, de vierde van vandaag. Cracking jokes. How do you do? Die Boko. En daarachter is het dan aan de buitenzijde Checkmate Lobel. Met verder weg dan Callisto Kings Deep. En op 3 lengte daarachter is het Colonel Newport. En de paarden zijn einde overzijde. Gaan nu de laatste bocht in. Classic Lane. Capriccio Zaye lijkt op het vinkentouw te zitten. Daarachter volgt in derde positie dan Carola. Dan Conte Di Boko. Dat zijn op dit ogenblik de paarden in het front. Met de, daarbij ook nog Checkmate Lobel. Aan de binnenzijde Callisto Kings Deep. En de paarden komen de laatste rechte lijn in. Hebben ze dadelijk nog 200 meter af te leggen in deze tweejarige koers. Met in die laatste rechte lijn aan de binnenzijde Classic Lane. Aan de buitenzijde Capriccio Zaye. Capriccio Zaye aan de buitenzijde opent aanval. Classic Lane verdedigt aan de binnenkant. Classic Lane Capriccio Zaye. Daar komt aan de buitenzijde Checkmate Lobel. En aan de binnenzijde Carola. Maar het is Classic Lane die het wint op de tweede plaats. Daarachter Capriccio Zaye. Dan aan de buitenzijde Checkmate Lobel. En aan de binnenzijde zagen we nog Carola. Robin Bakker, hij wint. En een hele mooie zierdeken van Nettle Fashion hangt er op dit moment over de rug. Ik ben nieuwsgierig of dat een brandneteldeken is. Dat zullen we nog eens na moeten vragen. Voor nu, aandacht en applaus, dames en heren. En welk muziekje zal Robin Bakker uitgekozen hebben? U kunt in de handen voor Robin Bakker en Classic Lane. Door Youthful Hanover met aan de buitenzijde Angelique Transair. Daarachter dan Zenith BD, gevolgd door City Di Soprano en Angel Eyes. Paarden zijn einde overzijde, zijn nu in de laatste bocht. En Icy Himia bepaalt nog de koers, heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Alpamayo Montana lijkt even hard terug te vallen als dat hij opkwam. Op de tweede plaats Wishbone Dragon. Helemaal aan de buitenzijde Johnny Cash. En zo zijn ze op weg naar de laatste rechte lijn en hebben nog 200 meter af te leggen. En het is nog altijd aankop van het veld Icy Himia. Icy Himia brengt ze de laatste 8 galop. Meter in en de nummer 8 is uitgeschakeld. City Di Soprano in de laatste 100 meter. Icy Himia, Wishbone Dragon aan de binnenzijde. Marango Meadow, Youthful Hanover aan de buitenzijde. Dan had het Icy Himia. Daar komt Wishbone Dragon met 1. Laatste poging. Wishbone Dragon is er ook overheen. Op de tweede plaats is het bijzonder close aan de buitenzijde. Youthful Hanover aan de binnenzijde. De lange leider Icy Himia. En daarachter zagen we dan nog Angelique Transair. Zo dadelijk gaan we eens even bijpraten met onze sponsor van vandaag. En dat is Frank Rebas en zijn gezelschap namens de firma Nettle. En we gaan voorrijden, dames en heren. Mooie verschijning. Een rosette voor Wishbone Dragon. En die wint met Caroline Albers, de zesde van vandaag. En we danken voor sponsoring van deze koers in het bijzonder, Luiten Food. Far away.